Zo. Goedemiddag, we zijn hier in het Pambos in Zeist. Het had vandaag zonnig moeten zijn, maar dat is het dus niet. Desalniettemin heb ik weer wederom een interessante vraag binnengekregen. Afgelopen week, hier staat hij, kan een galgo zwemmen? Een heel interessante vraag. Ik ben ook benieuwd wat een galgo is. Ik denk dat ik het wel weet, maar we gaan het toch even uitleggen. Dus ik zoek de eigenaar op, of de mevrouw die deze vraag heeft gesteld. En dan gaan we hem beantwoorden. Kom mee. Hoi. Oh, gezellig met z'n allen. Ja, goed even te pauzeren. Hoi. Met Mark. Marije, hallo. Marije, hi. Hallo. Met Mark. Hi. Hallo, hallo. Nou, een hele roedel met dieren, hè? Ja, welke zijn voor jou? Even kijken, die witte heb ik in de pleeg. Ja. Dat is Diana. Okay. En Gina en Mira zijn van mij. Ja. En Yuki en Tika zijn van Anja. Fantastisch. Ja. Hey, ik had eens een vraag voor jou ontvangen. Ja, klopt. Dat klopt, hè? Ja, ik ben zo benieuwd. Prachtig mooi opgeschreven. Dankjewel. Vertel, waarom deze vraag? Nou ja, we gaan heel vaak met de windhonden naar het hondenstrand in Erkenmede. En daar komen ook veel meer windhonden. En ik heb eigenlijk nog nooit gezien dat een windhond echt ging zwemmen. Wel dat ze tot hun borst in het water lopen als het echt heel heet is, want ze houden niet van kou. Ja. En ik dacht, ja, misschien heeft het met hun bouw te maken of dat ze te weinig vet hebben, dat ze niet blijven drijven. Dus je vraagt af of ze het kunnen, of ze überhaupt kunnen zwemmen. Kunnen ze echt zwemmen? Dus het is eigenlijk kunnen of willen in dit geval. Ja. Nou, dat is een super goede vraag. Die ga ik zo beantwoorden. Blijf luisteren. Ja, nou, dat was dus weer gezellig. Voor een goed afgelikt hier. Nou, gezellig. We kennen elkaar niet en nu al zoenen. Dus als ik het goed begrijp, is jouw vraag, kan een galgo zwemmen? Ja, kunnen ze het, echt. Ja, en je had het net over windhonden. Ja. En nu komt het woord galgo om de hoek kijken. Ja. Wat is een galgo? Een Spaanse windhond. Een Spaanse windhond. Ja. En dit zijn galgo's? Ja, en die zijn iets lichter gebouwd dan de greyhounds. Klopt. En gewoon niet te veel beharing als een saluki en zo. Dus het is gewoon. En komen zij ook uit Spanje? Ja, ze komen oorspronkelijk uit Spanje. Zij en dan heb je ze als puppy daar gekregen? Nee, of heb je ze al tweedehandsjes? Het zijn tweedehandsjes, ja. Zij is al derdehands, geloof ik. Okay. Dus, en zij is als fokteef gebruikt in Spanje. Is wel door de jager zelf naar het asiel gebracht. Dat komt niet heel veel voor, maar dat betekent wel dat zij belangrijk worden. Meestal worden ze gedumpt of vermoord of opgehangen of allemaal nare dingen. Zij komt uit een dodingstation na één jaar. En ik denk dat dat komt omdat ze te slim was in het jagen, zeg maar. En dan in Spanje is een bepaalde regel, je mag niet afsnijden. En dat deed zij wel, dus ze was eigenlijk te goed. En, dus weg ermee. Ja, speelde vals, dus die moest weg. En ze hebben nu een goed huis bij jou. Ja, fantastisch. Je bent er gelukkig mee. Ja, blij mee. Echt. Ja, ja. Nou, ze zien er ook super relaxed en blij en gelukkig uit. Als je kijkt hoe ze ontspannen ze erbij liggen. Ja. Dus jij bent al eens naar het strand met ze, naar het hondenstrand met ze gegaan. Ze lopen uit zichzelf het water in. Je hoeft ze er niet in te trekken of te dwingen. Nee, ze gaan eigenlijk alleen. Zij gaat liggen, zeg maar, in de branding van het water. Even koelen, dan er weer uit, liggen pakken in de zon en weer terug. Zij gaat wel tot aan haar borst erin. Okay. Maar ik heb ze nog nooit echt zien zwemmen. Okay. Nou, ten eerste echt een hele goede vraag. Ik moest ook even over nadenken. Wat je net vertelde, ze komen uit Spanje, het zijn galgo's en ze worden gebruikt voor de jacht. Ja. Het zijn echt doelhonden. Ze hebben A niet leren zwemmen, laten we eens meer beginnen. Dus ze hebben ook nooit een contact gehad met water. Als je meer in Spanje in de bergen leeft, dan is het alleen maar jachten en niet meer dan dat. Ja. Dus het zijn wat dat betreft geen waterhonden, maar ze kunnen absoluut gewoon zwemmen. Ja. Geen probleem. Ik zou ze niet in het water gooien en kijken of ze blijven drijven, maar ze blijven gewoon drijven en ze hebben ook gewoon het vermogen om te zwemmen. Het is alleen dat ze A, het water meestal niet top vinden dat het heel hoog komt. Ja, klopt. En B, ze hebben het heel snel koud. Ja. Ik weet niet of je dat kunt beamen. Ja, dat klopt. Ja. In het begin moest ik daar erg aan wennen dat ze in de winter inderdaad truitjes en jasjes aan Bakkie hebben. Aan. Ja, de dierenarts heeft mij moeten overtuigen. Die zei, paarden hebben ook een jas aan. Ja. Vind je dat ook tuttig? Toen dacht ik, nee, dat is eigenlijk wel waar. Dus dat heeft mij overtuigd om voor hun ook truien en jassen aan te schaffen. Ja. Zo is het ook eigenlijk. Ja. Het is wel grappig trouwens. Bij paarden heeft een jas een functie. Namelijk dat de vacht niet te lang wordt. Ja. Dan wordt de vacht veel te lang en dan moeten ze weer gaan scheren. Ja. Bij dit soort honden is het echt van, zeker als we er ook naar kijken. Dus als we haar nemen als voorbeeld. Ik weet niet of je kunt inzoomen. Het zijn natuurlijk echt hele dunne huidjes. Ja, zij is helemaal bloot aan de onderkant. Daar zit gewoon niks. Je kunt ook hier zien aan de binnenkant van de poten. Ja. Nou, daar zie je een oude wond. Maar je ziet hier dat hier helemaal geen beharing zit. En vet 0.0. Dit zijn echt de meest vetarme honden van de wereld. Dus de meeste mensen zouden wel lekker vet aan willen uitzien, denk ik. En ik denk dat als heel veel mensen het ook mager gaan noemen, maar dat is absoluut niet zo. Dit zijn fantastisch mooie, strakke honden. En ze hebben een kleine vetlaag en ze hebben een hele dunne huid. Waardoor zij heel snel warmte verliezen. Ja. Dus een hond het water laten gaan bij, wat is het?
10, 12 graden, 13 graden. Nee, dat gaan zij niet doen. Nee, gaan ze dus niet doen. Dus, en daarnaast zijn het jachthonden, behalve jachthonden, ook super slimme honden. Ja. Toch? Ja, dat zijn een van de meest slimme honden, rassen die er bestaan. Ja. Dus zij zien het nut ook niet echt van in, denk ik. Dus gooi lekker een bal weg in het water. Ze denken, haal hem lekker zelf op. Daar hebben we geen lol in. Dus ze kunnen wel zwemmen. Ze zullen echt niet verdrinken. Maar vanwege kou en gewoon niet willen, doen ze het gewoon niet. Nee. Zo, nou. Misschien een lang antwoord. En misschien wel een lang antwoord, maar een kort antwoord misschien aan de andere kant ook wel weer. Wat vond je ervan, van het antwoord op je vraag? Nee, een heel helder antwoord. Dat ze dus absoluut zullen kunnen als het echt nodig is. Precies. Maar dat ze er gewoon voor kiezen om het in dit koude kikkerlandje niet te doen. Nee, het is eigenlijk door hun slimheid is het eerder niet willen dan niet kunnen. Ja. Superleuke vraag. Bedankt dat ik hem mocht beantwoorden. Ja, leuk. Dankjewel. Heeft u thuis ook nog een vraag? Stuur hem dan op naar onderstaand e-mailadres. En ik beantwoord hem volgende week.